Beertjoep. What up? Vandaag misschien wel iets anders dan wat jullie van mij gewend zijn. Of misschien wel exact hetzelfde dan dat jullie van mij gewend zijn. Dit doosje kwam onaangekondigd op de deurmat terecht. Dus de inhoud kan uiteenlopen van rookwaren tot kerstcadeaus, Sinterklaascadeaus of misschien wel speciaal bieren. Nou zeg ik rookwaren, nou rook ik helemaal niet, dus op zich zou dat wel een beetje vreemd zijn. En toch in de tijd der dingen, met het oog op de tijdsgeest, etc. en ervaringen uit het verleden, of misschien beter gezegd conflicten die zich in het verleden hebben voorgedaan, heb ik een flauw vermoeden waar dit pakket afkomstig van zou kunnen zijn. Laten we ook niet langer om de hete brei heen draaien en hem openmaken om te kijken wat we hier daadwerkelijk in het doosje hebben zitten. Het idee. Vier flappies. Dat belooft al heel veel goeds. En ja, ergens vermoed ik het natuurlijk altijd wel. Een klein introotje is natuurlijk altijd extra leuk. En die rookwaren, hè? Voor degenen die het gemist hebben. Een maand of 3, 6 geleden kwam, misschien zelfs al 9, kwam de Grols proefbrouwerij met een viertal bieren. De Hoop, Geloof, Liefde en nog één. Maar in ieder geval, Hoop schupte tegen bepaalde schenen. Er is natuurlijk een brouwerij die ook Hoop heet. En die was op zijn zachtst gezegd niet gecharmeerd. Ik liet me daar enigszins teleurgesteld over uit, want een woord als Hoop, ja, dat mag toch breed genoeg gedragen worden. En juist in deze tijden is het toch fijn als iedereen iets van hoop kan uiten. Maar gelukkig is het niet op een heel zwaar geschil uitgelopen. Althans, zo ziet het er naar de buitenwereld uit. En hebben ze besloten om tezamen een vredespijpje te roken. Nou, is er een heel bericht bij. Dat zal ik jullie bespaard blijven. Mocht je geïnteresseerd zijn, dan kan ik het je via de Instagram DM's of iets dergelijks alsnog toezenden. Maar laten we kijken naar de verdere inhoud van het doosje. Viltjes van de eerder genoemde brouwerij. Dus vermoedelijk is het eindresultaat bij Hoop in Zaandijk in de flessenraad. Of in ieder geval het initiatief komt van brouwerij Hoop af. Dus deze video wordt daarom ook mede mogelijk gemaakt door brouwerij Hoop. Waarvoor hartelijk dank. En er bevinden zich een drietal bieren in het doosje. Nummer 1 heeft niks met het hele verhaal tussen Grols en brouwerij Hoop te maken. Het is een Imperial stroopwafelstout, kruidig en complex met een sterk karamel stroopwafelgeurtje. 9,5% aan alcohol, 167 EBC en een bitterheid van 26 IBU uit de limited edition serie van brouwerij Hoop. Nou heb ik heel bewust een tweetal, misschien meer, maar bewust zeker twee stroopwafelbieren op. Eentje kwam er in de verste verte niet in de buurt. Die was van het uiltje. En dacht ik, nee, het is dat het erop staat, maar ik haal het er echt niet uit. Dus was ik sceptisch of zoiets als een stroopwafelstout mogelijk was. Maar de molen heeft het tegendeel bewezen. Met hun goud en gevaarlijk, geloof ik. Als je een stroopwafelbier zoekt, moet je die Barley Wine even op je kop tikken. Want dan krijg je echt wel die, ja, typische stroopwafelmarkt geur, smaak, tot je. Het tweede bier wat er in het pakket zit, heeft ook niks met deze samensmelting te maken. En is ook uit de limited edition serie van Brouwerij Hoop. En is een Canadian Maple Quadruple. Een hartverwarmend bier met toetsen van kruiden, esdoornsiroop, karamel en vanille. Met een alcoholpercentage van 10,5%, 78 EBC en een bitterheid van 21 IBU. Dat kan ik natuurlijk gewoon hier neerzetten. En dan komen we bij het derde bier en dat zou natuurlijk nog steeds van alles kunnen zijn. Maar
Laten we er even van uitgaan dat we hier dan te maken hebben met het zogeheten vredespijpje. Een tweetal, ik meen Baltic Porters, die dus bij Grols in Enschede, de proefbrouwerij, en Hoop in Zaandijk gebrouwen zijn en later al tezamen zijn versneden. Deze Baltic Porter is geblend uit twee aparte brouwsels van onze brouwmeesters uit Zaandijk en Enschede. Een prachtig en krachtig resultaat waar Oost en West elkaar ontmoeten zoals weleer. We leven in ingewikkelde tijden, conflicten en gedoe alom. Neem dus een voorbeeld aan bierbrouwers. Een potentiële fitty werd flitsend verholpen door samen een prachtig craftbier te brouwen. Liefde voor het vak en het bier. Het leven is te kort voor ruzie. Met wie drink jij dit vredespijpje? Ja, dat gaat alleen worden. Ik wilde nog eventjes, maar ik weet ook niet meer waarom. Oh ja, ik vond het mooi om zo de decembermaand in te luiden. December zit natuurlijk chockvol met video's uit Mystery Beer Adventkalender in één dag themamaand. Dus mocht je je vervelen, iedere dag in december een videootje. Milde Sis, dopje van Brouwerij Hoop. Dus in tegenstelling tot wat ik zou verwachten, is dus waarschijnlijk vanuit Grols een flinke container naar Zaandijk gereden. Om daar daadwerkelijk te versmelten. Genoeg gezwetst, laten we het bier in gaan schenken. Hij schenkt niet per se heel donker uit. Het is natuurlijk ook maar een porter. Een ondergistende porter zelfs. Ja, Baltic Porter is volgens mij ondergistend in ieder geval. Schuimkraagje is mooi. Het bier ziet er in ieder geval mooi uit. Dus dat belooft een mooie vredespijp. Laten we naar de neus gaan. Voor mij direct hele fijne koffietonen. En misschien een hele kleine lichte fruitigheid. Ik heb wel eens van die koffies op. En wat meer craft koffie om het zo te noemen. Met Ethiopische bonen of weet ik het wat. Die ook een beetje die niet alleen maar dat straffen van een koffie in zich heeft. Maar ook een beetje het verfijnen. Dat is ook hier zeker aan de orde. Compacte schuimkraag. Bier is toch wel behoorlijk donker. Komt geen, ja, heel aan de randjes. Komt er een licht rode water heen. Maar mag geen naam hebben. De 8,3% sterke verzoening van Brouwerij Hoop en de Grols Proefbrouwerij. Ik zeg Brouwerij Hoop, hartstikke bedankt. Proost. Naar mijn weten is er in de Grols Proefbrouwerij nooit eerder een porter gebrouwd. Misschien in de niet commercieel verkrijgbare proeflokaal bieren, proefbrouwerij bieren, die dus in de tijd dat er hier nog geen proeflokaal zat, al daar geland zijn, waardoor ik hem dus niet heb kunnen proeven. Maar hoewel zijn body redelijk dun is en het bier de neiging heeft om doordrinkbaar te zijn, zou dit ook voor mij heel goed door kunnen als een breakfast stout. Hij heeft echt wel dat mooie, volle, smaakvolle karakter. Met een goede, degelijke bitterheid. Gewoon echt zo'n scherpe kick om je ochtend mee af te traffen. Dat fruitje waar ik het eerder over had, is meer een soort van karamelachtige vibe, denk ik. Heeft licht wel een beetje een hint naar iets van rood fruit, maar ik vind dat karamel de boventoon voert. Eén misverstand uit de wereld helpende. We hebben het hier absoluut niet over een zoet bier. De bitterheid overheerst. Maar hij heeft wel een licht to the backbone. Die dus voor mijn gevoel gevoed wordt vanuit die karamelsmaken. Koolzuur is ook fijn aanwezig. En als ik dit blind zou proeven, zou dit zomaar meer dan die 8,3% kunnen zijn. Want hij heeft echt wel de nodige allure over zich heen. En het enige wat voor mij mist, en daarom is het een Baltic Porter, daarom is het maar 8,3%. Hij heeft genoeg karamel om dat plakkerige te kunnen dragen. Maar hij mist net die plakkerigheid op de lippen.
En daardoor denk ik dus juist dat het bier veel toegankelijker is, omdat het veel meer die klassieke bitterheid in zich heeft. Dan dat het naar die pastry kant gaat, waar tegenwoordig alles naartoe gaat. Dus wat dat betreft denk ik dat het dit bier alleen maar ten goede komt. Ik ga hier zeker nog even van genieten. Ik ben blij dat Brouwerij Hoop en de Goldsproefbrouwerij het op deze manier op hebben kunnen lossen. Hopelijk volgen meer brouwerijen dit voorbeeld in plaats van alle kommer en kwel die je soms voorbij hoort komen. Voor nu gaat dit het laatste bier zijn, in ieder geval in het normale format voor de komende 24 dagen. Vanaf nu, dus 1 tot en met 24 december, iedere dag een video. Opgenomen op dezelfde dag. Bier Adventkalender in één dag. Mystery Bier Adventkalender in één dag. Het kan je tegen gaan staan. Misschien stond het ons na een aantal biertjes ook wel tegen. Maar misschien is het ook wel vermakelijk. Jullie gaan het meemaken. Doe wat je niet laten kan. Ik zou zeggen, Aito, bedankt voor het kijken. Hopelijk tot morgen. En Brouwerij Hoop, hartstikke bedankt. Proost.